In dit laatste item uit de rubriek Consumentkeurmerken praat Sanne met Bart van FSC over het houtkeurmerk. Want mensen worden zich steeds meer bewust van de omgeving waarin ze leven. De setting is perfect. Burgersoe in Arnhem. Wat ontzettend mooi dit, hè? Ja, prachtig, hè? Ja, jeetje. Absoluut. Zo en, moet het zijn. Zo moet het eigenlijk wel zijn, ja. Maar goed, waarom sta ik hier bij jou? Waar staat de FSC voor? Ja, FSC staat voor Forest Stewardship Council. Dat is een organisatie, nationaal en internationaal, die vecht voor goed bosbeheer. En dat consumenten kiezen voor goed hout en goed papier om die partijen die goed hun bossen beheren te steunen. Dan zeg je goed hout, goed papier. Bestaat er dan ook fout hout? Ja, zeker. Er bestaat heel veel fout hout, ook in Nederland. Schatting is dat nog steeds 80% van al het hout in Nederland fout hout is. Dat betekent uit illegale bron, met kaalkap, waar dieren en mensen worden verjaagd om geld te verdienen. Ook hier weer de allerbelangrijkste vraag. Hoe krijg je gecertificeerd hout? Men beheert het bos 100.000 hectare in stukjes van 25 jaar. Dus opgedeeld in 25 jaar stukjes. En elk jaar wordt er selectief uit gekapt. En als men na 25 jaar weer in een stukje terugkomt, is het bos nog precies zoals wij het kennen. Hoe herken ik nou als ik in de winkel sta of ik met jullie hout te maken heb? Nou, je kunt zien aan een bepaald logo in een winkel, of in een supermarkt, of in een tuincentrum, of in een warenhuis, aan een speciaal FSC-logo, dat dat product te maken heeft met goed bosbeheer. Overigens wordt het keurmerk niet alleen aan hout gegeven, maar ook aan papier en papierproducten. Al het drukwerk in Nederland zien we ook graag uit goed beheerde bron. En daar zie je ook het keurmerk op. Daar zie je ook het keurmerk op. Nou, dan wil ik het keurmerk eigenlijk wel zien. Dus als we nou naar een bouwmarkt gaan, dan gaan we het checken. Graag, ja? Laten we dat doen. Nou, dat is net te tropen dit, toch? Als je houtproducten koopt, ook hier in de bouwmarkt, is het enige waar je op moet letten. Niet alleen tuinmeubelen kunnen voorzien zijn van het keurmerk, maar bijvoorbeeld ook ander tuin- en timmerhout. Ik zie hier het FSC-keurmerk erop staan. Nou, ik weet nu waar ik op moet letten en ik denk dat ik alleen nog maar dit goedgekeurde hout koop. Super, Sanne. En het is, je hebt gezien, het is eigenlijk reuze makkelijk en ook reuze belangrijk. Dus als iedereen nu goed op het boompje let, op het logo van FSC, dan komt het ook met de bossen. Ook voor de toekomst helemaal goed. Oké, dankjewel Bart. Je hebt mij overtuigd en ik hoop dat wij u ook overtuigd hebben. Lifestyle Experience.